Zeg Harry, draai voor Harry. Hij breed lachend en hier hebben ze meer volk op de trek aangekregen. Ze hebben meer volk erbij gekregen, want ook Gerben Smit, Simon Schouten en Kevin Voorders zijn erbij gekomen. Met Van der Sopraat, we hebben 10 man al. Oh, die zijn vertrokken. Hier hebben we Nick Roepman. Met de koper, Simon Schouten, ja. Simon Schouten, Geert Brendan Noah. De sprint van die mannen. Oké, Hubert, top. Hier gaan we kijken, hier de sprint van de rest, daar gaan we kijken. Ah, is mooi. Oké, hier Gerben Smit, rijdt de dans. Die rijdt door, krijgt de bel voor de laatste ronde. Gerben Smit, laatste ronde. Laatste ronde, hier de achtervolgers, laatste ronde. Magmol finish, uitstekend, en zo hebben we dat voor elkaar. Laatste ronde, we gaan kijken hoe het in elkaar gestoken gaat worden. Met Gerben Smit, heeft 8 seconden op Kevin Voorhees. Rick Smit, Jacques Schipper, Noam Balieffe, Kelly Hekman, Simon Schouten, Wannes op Raad, Robert Koster. Dat zijn de mannen die dansen. Dat zijn de mannen in de finale hier in Onderhoek. Kaan de mannen, vroeger uit Rauwveen, tegenwoordig uit Helmond. Het mag voor elkaar krijgen. Rick Smit, zou een geweldige overwinning zijn. In het Hol van de Leeuw. Hol van de Leeuw voor Rick Smit. De man die het hier voor elkaar probeert te krijgen. Gaat hij dat voor elkaar krijgen? Hier komen de bussen. Die gaat gas geven. De handen van de bus. Harry trap in de gas. Goed zo. Hier gaan we kijken, want daar gaan we. Gerben Smit ziet hem aan het helpen op. Hier komt Gerben Smit, daar komt die brandstof. Gerben Smit, Gerben Smit, door het nu helemaal op. Gerben Hitman! Oh, 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 oh. Oh. Hoe is het mogelijk? Is het Hitman? Is het Danny Jaff? Of is het Gerben Smit? Dit apparaat, die moet het uitmaken. Dat is een finish apparaat op 1000ste van seconde. Die gebruiken ze ook in de Formule 1. Die hebben wij geleend van Monaco. Wow! We gaan de uitslag krijgen. Op 3, Gerben Smit. 2, Noël. En winnaar Kelly Hekman. Met het blote oog niet waarnemen. En wat ging die Fransman als een raket erop bij de lopen. En wat komt de beest van Gransbergen nog net dat duwtje ervoor. Onvoorstelbaar. Ja, hoe klopt die jongens? En Gerben Smit. Die zich helemaal een apenwater is ingevallen. Die zag de bloemen al opdoemen. En werd op de strijd gepakt. En dat maakt deze sport zo. We gaan er nog naar voor de ceremonie van overweg. We wachten dus op onze roepenissen. We wachten op. Geen hek van de wachten op natuurlijke Noland. Met een Fransman, Noland, Badiaf. Die gaat kussen en de man tegenwoordig in Helmond. Met de vingers niet in de neus. Nee, zeker niet. Ja, je kunt het zien aan het punt van mijn schoen. Dat kun je zien dan, want ik heb de bril op. Ja, hier. Je hebt het helemaal afgeschaafd. Ja, ik moest mijn spagaatje aan op diep maken. Dus... Het was een behoorlijke spagaat. Ja, ja, ja. Dus dat komt pas op. Man, geweldig en een schitterende overwinning hier bij door het hoofdkantoor van de hoofdsponsor in het Hol van de Leeuw. Ja, je ziet het mooi boven over het parcours heen. Nu moest er eigenlijk wel gebeuren voor ons, dus ja, extra mooi. Ja, want die Fransman die ging eraan. Ja, of je dikkie. Of je op de brommer was, denk ik, nou, dan gaat hij weer. Ja, ik hoorde wel eens een keer wat dat achter de maan met een bonkje of zo, maar de laatste bocht zat hij op kop en daar wou ook achter de kop zitten. Maar ik had aardig wat snelheid nog over. Dus, ja, ging toch goed. Gefeliciteerd man, toppie, 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 toppie. Dan gaan we natuurlijk ook Gerben Smit erbij halen. Dan gaan we naar Gerben Smit. En dan gaan we natuurlijk naar Noland Bedia. Noland, congratulations, second place yesterday, the victory in Emmeloord. Hetman, look the shoes. Yeah, look the shoes after the finish. Crazy. Crazy, was a nice race, you know, Old Rook.
is de Mecca of de inline skatesport in Holland. Hè? You know Mecca? Nee. Mecca niet, Mecca do you know. The history of inline skating in Holland starts here. So to win here is for an investment very belangrijk, very important. First you have the city tour of skates is important. Second important Holland is winning here in Overbroek. Okay, yeah. You know that for the next time? Yeah. Okay. You ever kissed ever a girl at Overbroek? Yes, sure. Yeah? No, 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 if you want. Did you ever kiss a girl at Overbroek? Yes. Yes? Okay. Hij is niet vaker geweest. It's good. It's great. And this weekend you start also in Heerde? Saturday, Sunday, Heerde? Okay. Goed, we gaan naar Gerwin Smit. Gerwin, mag ik je aandacht? Want mag ik een applaus geven, maar voor Gerwin Smit, dan geen ronde naar ronde. Jongen, dan komen twee van die tornado's op zijn plaats staan. Die komen ze net heel hard inderdaad. Hé, mooi wedstrijd. Ja, het was een super wedstrijd, super zwaar. En we konden mooi mee met de ploeg. Uiteindelijk een mooi podium dan. Ah, super podium man, hartstikke goed gedaan. Ik denk, rem is nog ook maar. Allee, kan hem alles mee, man kan trots zijn. Op het podium. Goed, mannen, gaat u maar naar uw positie. Dan gaan we daar huldigingen doen, de ceremonie aan voor de Colère. Hier in Overbroek, zoals we zeggen, het mekka van de inline skatesport. En op Gesterwiewe, onze Romanus. Heeft het voor elkaar en onze Fransman weet al, dat ze in Nederland dames kussen zonder helm. We hebben gisteren in geleerd en helemaal wordt gescoord, dat was mooi. We gaan dan vingen op de tegen de stek zetten. KPN Inline Cup Overbroek, de man die lang weg ging. Heeft een applaus, de man van Kallemann is mee, want hier is de heel Nederland, Kevin Smit. En dan gaan we de man die rook op zijn midden vandaan kreeg. De man met een razendsnelle sprint. Hou in de gaten, dames en heren. Hier is uit Frankrijk Nolan Bepiappe. En die krijgt een lus, zegt hij. Ja, hij is voor eerst in Nolan Koeper. Ik zie het. En dan de man uit de Hofsponse van Werven. De man die gedroomd is van het groen en geel. De hele nacht duurde dat voor de ogen. Heel Nederland onder in de dag. Daar deze man groen, geel, groen, geel. Hij wint hier in Onderbroek het meeste gaan verder. Dat is in de plaats van Kenny Hekman. Hij krijgt de kussen. Geloof ik, onderwijs er tussenin. Ga hem oppoorten. En pak Hekman maar met die stevige willen. Ja. En dat is maar eens van je leven dat je dat gewoon echt live kan meemaken. Mijn vrouw heeft er een poster van op de camera. Helemaal wel trouwens hier. En dan ze. Hier met Gerwin Smit. Met Noah Berlepe. En natuurlijk Kelly Hekman. Ook graag die applaus voor de vertreffelijke onderwijs, dames en heren. Christel Hubertink. Ja, dat is mooi. Goed, dan zoek ik de mannen van Bergen op het podium plaats te nemen, want jullie willen het volgende klassement. Dus Hekman mag blijven staan. Dan gaan we met Willem Hutten, gaan we dan met Bart de Vries en gaan we met Rick Smit compleet maken. Gisteren, je mag maar eenmaal een hele hoog met het klassement. Hey, en dan is Ruben. Ruben Wieberik! Wat ben je? Die denkt... Ja, je voelt als een mens gewonnen en nu mag je zus op podium kussen. Ja, hij wordt er van doorgaan. Helm af, heb je nou op je kussen. Ja. Oh, dat is mooi, hè. Dat is toch mooi. Prachtig, kijk. Een mooi moment. Hier. De mannen het op elkaar hebben gekregen. Laten we dus zien. Hier aan de witte ploeg, de mannen van Werven. Bremaan, dat is mooi. Goed, Christel. Nu mag het ook in. Ja. Ja, dan kan je al staan, hè. Stoer, hè. Hier, Ruben. Ja, klasse. Mooi. Emotioneel moment. Mooi. Ja, ik ben met Willem Hutt, zegt hij. Ja, dat is netjes. Dat is netjes voor die Willem Hutt. Mooi. Kenny zegt, we hebben net al gekust, helemaal goed. Ja, Rick Smit denkt, nou die doet een leuke zus, ja, helemaal mooi. Dat is het, daar natuurlijk ook nog Bart de Vries, dames en heren. Helemaal leuk, helemaal goed, dan zetten we de rollenmissen, nee, geen zus.
15 wil je deels ingewonnen in het midden. Nou, in het midden, dan mag ik daar een opmaakje van. Goed, dan zeg ik hier in de ballen van Volkswagen Bremen, midden hier, het toeklassement in Overbroek. Namens de sponsoren, de vrijwilligers en iedereen, hartelijk dank. Straks komt op en voor het inline skaten kunt u de tickets zijn hier de. En anders gaat u woensdag naar het pittoreske Steenwijk. Dank u wel.